Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwslitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en Omgeving. Van 30 oktober tot en met 5 november wordt de Nationale Klimaatweek georganiseerd. De Nationale Klimaatweek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de Zet ook de knop om campagne van de Rijksoverheid zoekt de gemeente Drimmelen een klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich hard maakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Een klimaatburgemeester organiseert in de Nationale Klimaatweek een activiteit in een wijk of buurt om bewoners te inspireren en te enthousiasmeren, bewuster te leven en energie te besparen. Dat kan met een groot, maar ook met een klein initiatief. Denk hierbij ook aan duurzaamheid of klimaatbewuster consumeren. Iedereen kan zich, welke leeftijd men ook heeft, inzetten voor het klimaatburgemeesterschap. Het ministerie hoopt bedrijven, organisaties en verenigingen van onze gemeente Drummelen te stimuleren zich aan te melden, zodat ook zij bijdragen aan een beter klimaat. Wordt u de klimaatburgemeester van Drummelen? Kijk voor de voorwaarden en hoe u je kunt aanmelden op www.nkw2023.nl Slash klimaatburgemeester. In samenwerking met alle betrokkenen is er vele maanden gewerkt aan de voorbereiding van het kunstgras Trapveld in Hoge Zwaluwe. En eind mei had de aannemer na enkele weken van hard werken het trapveldje daadwerkelijk gerealiseerd. Jong en oud kan hier het hele jaar door samenkomen en er gebruik van maken. Rondom het kunstgras Strapveld komt nog een groene inpassing die positief ontvangen is door de directe omwonenden. Met dit beplantingsplan gaat men in het najaar verder aan de slag. Dan begint ook weer het nieuwe plantseizoen. De jeugd heeft het kunstgras Strapveld inmiddels met veel enthousiasme in gebruik genomen, maar de gemeente wilde het ook graag nog officieel openen. Iedereen was dan ook uitgenodigd voor de feestelijke opening. Afgelopen woensdagavond, 5 juli. Wethouder Vissers heeft de officiële opening op sportieve wijze verricht. Kijk, dit is nu een plek in Hoge Zwaluwe waar eigenlijk van alles kan gebeuren. Er is een school, uh, uh, er zijn woningen, er is een supermarkt, er is een prachtig trapveldje, er is een mooie pluktuin. Kinderen kunnen er spelen en bewegen, mensen kunnen er genieten van natuur. En als we dat met elkaar doen. Als we dat samen doen, als we elkaar uh, ja, leven en laten leven zeg ik altijd, wordt dit volgens mij een hele mooie centrale plek in Hoge Zwaluwe. Daar moeten we voor gaan en we gaan nu een ontzettend tof wedstrijdje spelen tegen het uh, Street League team van Hoge Zwaluwe. En dat gaan wij doen met nog een paar mensen en daarmee gaan we dit veld officieel openen. Jesse de jong uit Lage Zwaluwe is in het dagelijkse leven werkzaam in een mannenwereld als bandenmonteur. Maar nu is ze in de race voor de titel Misty Nederland. Ze hoort bij de laatste 20 meiden die kans maken op de hoofdprijs. Een bijzondere combinatie, maar niet helemaal toevallig, want ze vond het altijd al leuk om zichzelf op te maken en leuke kleding te dragen. Uiteraard wensen wij haar veel succes! De regels voor de domp in Lage Zwaluwe zijn verder aangescherpt. Zo moet er een fysieke begrenzing in de Grote Zaal komen waarmee duidelijk wordt aangegeven dat alleen in het voorste deel horecaactiviteiten mogen plaatsvinden. Daarnaast moet het terras om 8 uur gesloten worden, net zoals dat bij het terras een afscheiding van anderhalve meter nodig is om geluidsoverlast te beperken. Dit is het gevolg van bezwaren van diverse omwonenden tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Drummelen in december verleende aan Den Domp. De omwonenden vonden de vergunning te onduidelijk. Een onafhankelijke commissie heeft de bezwaren beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de omwonenden een punt hadden en ze adviseerden het college de vergunning nog eens te bekijken. Het college heeft dat advies nu opgevolgd. Bij de zwemput tussen hoge en lage zwaalieuwen aan de Lange Reeweg zijn blauwalgen in het water aangetroffen. De gemeente heeft hier ook al waarschuwingsborden laten plaatsen. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Vermijd daarom al het contact met het water. Kijk voor meer informatie over de waterkwaliteit van zwemlocaties in natuurwater op de website zwemwater.nl. Waterschap Brabantse Delta geeft drie simpele tips die kunnen helpen blauw alles te voorkomen. Ruim hondenpoep op, voer geen eenden en gebruik minder lokvoer voor vissen. Boeren en tuinders zorgen niet enkel en alleen elke dag voor uw verse en gezonde voedsel en uw fijne groen, maar ze sieren ook het groene platteland en onderhouden de natuur. Boeren stuiten echter steeds vaker op onbegrip en ongeloof. Sommige politici en media vinden dat ze maar moeten stoppen. Een andere baan moeten kiezen of hun boerderij moeten verplaatsen. Zonder een breed draagvlak in de samenleving is de boer daarom overgeleverd aan de grillen van de markt. Of hij wordt een speelbal van de politieke willekeur. Willen wij dat wel? Er wordt dan ook voor gepleit om landbouwgrond een beschermde status te geven. De inschrijving van Summer Sports Week was zaterdag 3 juni om half negen geopend. Er was maar plek voor 200 kids, dus het werd een gekke huis op de site. Binnen 11 minuten waren er al 200 inschrijvingen, dus dat betekent dat het helemaal vol is. Het belooft weer een fantastisch feest te worden. We komen zeker een kijkje nemen en we wensen de deelnemers en de organisatie alvast veel plezier. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie apenstaartje omroepdrimmelen.nl. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En we zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio. Van Omroep Dremmelen. Graag zien we u volgende week weer terug.